had gewoon niet genoeg eten, zeg maar, om de volgende dag had ik een wedstrijd. En dan wist ik eigenlijk, hey, we hebben niet genoeg brood of zo, of wat dan ook. En toen, na een tijdje, ja, werd het gewoon heel zo zwaar thuis dat Ajax ons had toen geholpen met boodschappen. Ja, we zijn nu in Amsterdam-Noord, Spreeuwpark. Is een pleintje waar ik vroeger altijd heb gevoetbald. En hier heb ik gewoon met mijn vrienden gevoetbald, met jongens van de buurt. En hier is het gewoon eigenlijk een beetje begonnen, zeg maar. Ik heb altijd met oudere jongens hier gevoetbald. En ik kwam hier ook altijd met mijn vader en die gaf me allerlei oefeningen en zo. Dus ja, die was ook hard voor me toen destijds. Ik was staan toe streng voor hem. Ik was echt streng voor hem. Oefeningontjes moest hij doen, 's morgens vroeg. En dan liet ik hem met die bal en alle sjouwen naar huis. Mentaliteit geven, discipline. Hij was natuurlijk boos, maar dat ja, hield ik van. Dan haal ik alles eruit wat erin zit. Ik ben begonnen met voetbal toen ik 4 was. Toen ben ik naar de dijk gegaan. En daar heb ik eigenlijk met de pupillen een beetje meegespeeld. En altijd ook wat oudere jongens meegespeeld. Toen, na een tijdje, had ik gewoon een goed niveau. En AFC de Dijk wou me niet naar een hoger team brengen, zeg maar. En toen was ik naar DWV gegaan. Toen ben ik met mijn ouders en mijn gezin ben ik naar Suriname gegaan. Ik had een wedstrijd van DWV die ik niet kon meemaken. En toen hadden de scouts mijn vader gebeld in Suriname, dat ze voor mij kwamen kijken terwijl ik in Suriname was. Kwamen we terug van Suriname, had ik een wedstrijd, kwamen ze weer kijken en toen scoorde ik volgens mij 4. En toen ben ik gevraagd om stage te lopen bij Ajax. Heb ik bij Ajax die snuffelstage doorgemaakt en toen vonden ze dat ik gewoon goed genoeg was om bij Ajax te komen. Bij Deschamps zagen we wel echt dat hij gewoon... Ja, die power had, hij wilde het. Hij zei het ook altijd, ik wilde eerst bij Ajax halen. In de situatie waar wij toen waren, ja, maakte ik me eigenlijk zorgen van, redt hij het wel? Maar hij redde het, gelukkig wel. Mijn moeder en mijn vader en mijn gezin hebben eigenlijk wel heel veel voor mij gelaten om eigenlijk mijn droom te volgen. Dan bedoel ik in werk en in alles. En er was ook natuurlijk veel spanning thuis met ruzies en zo en al dat soort dingen. We hadden gewoon niet genoeg eten, zeg maar, om de volgende dag had ik een wedstrijd en dan wist ik eigenlijk, hey, we hebben niet genoeg brood of zo of wat dan ook. En toen, na een tijdje, ja, werd het gewoon heel zo zwaar thuis dat Ajax ons had toen geholpen met boodschappen. Nou, zijn vader, ja, op een gegeven moment zagen we gewoon, niet meer. En toen is hij naar Ajax gestapt en heeft onze situatie uitgelegd. En ik moet zeggen, die hebben meteen gehandeld. Ik was bang ook dat het ten koste ging van zijn talent. Dus ik moest wel iets zeggen. Het is net zoals je handje ophouden voor op straat, weet je. Zo moeilijk, zo moet je het voorstellen. Het is de situatie gewoon, weet je. Ik bedoel, je hebt een kind voetballer. Het raakt mij nu omdat ik er nu over heb, hoor. Want ik ben dat stukje wel overheen. En ik weet dat er... wij waren niet de enige. Omdat hij op een gegeven moment echt zoiets had van... hij moet het voor ons doen. Daarom raakte het me. Hij zei het, hij benoemde het altijd. Dat we ons niet druk hoefden te maken. En dat hij ons naar ons gaat kijken. Maar omdat wij natuurlijk in zo'n situatie zaten, dan was het voor hem die druk nog meer. En dat vond ik erg. Want de situatie waar wij in zaten was niet zijn probleem. Ze wilden altijd wel het beste voor ons. En dan bedoel ik met mijn broer en mijn zus. We hadden niet breed, ze probeerden toch wat voor elkaar te krijgen voor ons. Altijd. Voor mij is het gewoon van, het geeft me alleen maar meer kracht om gewoon zo ver mogelijk in mijn carrière te komen. Om hoe dan ook, welke manier, ik weet niet hoe, om dat zo aan hun terug te geven, om hem terug te betalen. Toen ik 16 jaar oud was, mijn laatste jaar eigenlijk bij Ajax, heb ik gewoon een heel mooi jaar gehad. Ajax wou mij een contract geven. Er waren ook clubs die ook interesse in me hadden, als Manchester United, Leipzig, West Ham United. Ik ben bij al die clubs langs geweest, maar ik heb die training van Chelsea gezien. En daaruit heb ik mijn keuze gemaakt van hier kan ik mij echt ontwikkelen in die 3 jaar. Hij heeft altijd aangegeven dat hij altijd het eerste bij Ajax wilde halen, maar hij wilde weg.
En ik had zoiets van, je wil weg bij Ajax? Ik zeg, maar je hebt altijd gezegd dat je de eerste bij Ajax wilde halen. Heb ik echt met hem gezeten? Hij zegt, maar nee, er moet een reden zijn waarom je weg wil bij Ajax. Waarom wil je weg? Ja, ik wil gewoon sterker worden, mam. Ik wil gewoon beter worden, sterker worden. Ja, wie ben ik dan om te zeggen van, nee, je gaat niet weg bij Ajax? Ja, Ajax wil mij natuurlijk ook bijtekenen. En er is wel op jonge leeftijd wel aan mij getrokken van, ja, wanneer ga je nou bijtekenen? Ik kwam elke week op training. En dat is wel moeilijk als jonge jongen om daar antwoord op te geven, omdat je mag niet zeggen dat je weggaat. En je kan gewoon geen antwoord geven. Dus na een tijdje heb ik eigenlijk gezegd van, ja, ik ben er gewoon klaar mee en ik wil niet meer naar de club. Want het voelt niet fijn eigenlijk om elke keer dat te horen. En ja, toen heb ik ervoor besloten om niet meer naar de club te komen en niet meer te trainen. Waar ik natuurlijk wel spijt van heb. Omdat ja, het is wel eigenlijk netjes als je gewoon blijft komen trainen en zo. Het heeft me ook het EK gekost met de Nederlands elftal. Dus ja, daar heb ik gelijk een les geleerd, zeg maar, om dat niet meer te doen in mijn carrière. Ja, toen heb ik gewoon die stap naar Chelsea gemaakt en daar stond ik gewoon volle 100% achter. En ja, het eerste wat ik eigenlijk deed met het geld wat ik had gekregen, zeg maar, op dat moment, was eigenlijk mijn ouders schulden vrijmaken. Omdat ja, ik weet wat ze voor mij toen hebben gedaan om me eigenlijk zo ver te krijgen. Dus ja, dat vond ik wel op dat moment mooi om terug te geven. Daar gaat je hart van bloeien, man. Dat is mijn boy, man. Ja, man. Als ik mijn woonkamer zie, dan denk ik echt, ah, hij heeft me geregeld, man. Zoiets is het eerste eigenlijk wat bij mij me opkomt om te doen. Ik weet niks anders wat ik kon doen eigenlijk. Dus voor mij was dat gewoon het eerste. Ik weet waarom ik bijvoorbeeld een Louis Vuitton-kast kan kopen. Ik heb andere dingen eerst voor elkaar. Dus zoiets wil ik eigenlijk gelijk teruggeven aan mijn ouders. I was sleeping on the ground on the cold floor. Whole time I was grinding, I've been trying to achieve. Working night and day, you know my people know they sleep. De eerste drie maanden van mijn tijd bij Chelsea, ja, waren eigenlijk een hel tijd voor mij. Omdat ik heb nog nooit zo'n situatie meegemaakt dat ik zo lang mijn familie niet kon zien, mijn vrienden niet kon zien. Dat is mijn roommate, Sean Redden. En dat is als ik train in de 840. Toen heb ik op een gegeven moment gewoon een knop van mij omgezet en heb ik gewoon gezegd van, dit is het, dit moet ik accepteren. Zo hard wordt er hier getraind, hier waar je naartoe gaat. Heb ik naar mezelf gekeken en heb ik gezegd van, vandaag ga ik die knop omzetten. Ik kwam op training, ging gewoon stap voor stap, ging ik gewoon echt alles geven, uiterste gaan. Ik heb zelfs gekotst op het veld, zo tot het uiterste moest ik gaan. En toen op een gegeven moment was ik zo fit, dat het gewoon allemaal ging. Het ging, alles kwam eruit. Mijn kwaliteit kwam eruit omdat ik zo fit was. Ik hoefde niet meer na te denken van, kan ik dit nog volhouden? Of kan ik een training volhouden? Of kan ik een wedstrijd volhouden? Het ging gewoon allemaal vanzelf. In één jaar had ik, als het goed was, 36 doelpunten gemaakt. En ja, toen was ik ook een soort van UEFA topscorer geworden van over de hele wereld eigenlijk van dat jaar. Waar Ronaldo ook topscorer van was geworden. Zo. En dat was eigenlijk een mooie beloning voor al dat harde werk. Het waren hele mooie drie jaren, goed gedaan. En natuurlijk was ik niet in het eerste gekomen, maar voor mij waren het wel geslaagde drie jaren bij Chelsea. Omdat ik daar echt heel veel heb geleerd. Qua fysiek, qua kracht, qua ja, gewoon snelheid, gewoon het grotere plaatje heb ik daar meegenomen, zeg maar, in mijn rugtas. Chelsea heeft een team, zeg maar, van 36 spelers die ze elk jaar verhuren. Wanneer jij terugkomt in het begin van het seizoen voor pre-season, dan zit jij gewoon in een team met 36 spelers die straks verhuurd gaan worden. Dus je zit niet echt in een echte team. En daar wou ik geen onderdeel van uitmaken. Dus ja, vandaar dat ik die stap naar Hertha heb gemaakt. Ja, toen mocht ik gelijk met de selectie van het eerste mee trainen. En ja, jammer genoeg duurde dat niet lang voor die trainer die ik eigenlijk heb gesproken voordat ik naar Hertha kwam. Duurde het niet lang voor hem, waardoor we in een nieuwe situatie terechtkwamen met een andere trainer. Hij heeft me eigenlijk al verteld dat hij me niet gelijk zou kunnen gebruiken. En ja, dat vond ik eigenlijk wel jammer, maar ik bleef gewoon doorgaan. Op dat moment mocht ik nog wel mijn wedstrijden pakken met de tweede. Daar ging het ook goed. Ik ging gewoon scoren, ik ging gewoon mijn minuten pakken. En dan kwam ik gewoon weer bij het eerste. Dus ik dacht, dit hoort gewoon een beetje bij het proces van, ik ben nog jong, ik kom hier pas aan. Maar na een tijdje, toen kwam er wel een nieuwe trainer weer. En toen dacht ik van, hoe moet ik weer met deze situatie omgaan? Want er komen steeds nieuwe trainers en ik weet niet hoe ik mezelf moet bewijzen. Er is geen tijd. Je traint daar ook maar een uurtje. Het is geen begin van het seizoen waar je jezelf kan laten zien. Ja, ik heb dat gewoon eigenlijk gewoon meegekregen. Niet direct van die nieuwe trainer, die derde trainer die kwam. Maar ik moest het gewoon zien op elke week op het plaatje dat ik er niet bij zat. Het is kut. Het is gewoon jammer. En
je blijft gewoon je ding doen. En het is gewoon jammer om elke keer te zien van je zit er niet bij. Hele life is, zij begrijpt het niet. Talking voor de camera, spelen hide and seek. Zij wil met me zijn, dus zonder tijdslied niet. Je moet ook van me houden als je mij niet ziet. In januari 2020 heb ik dus gekozen voor een halfjaartje naar Nederland in Groningen. Om daar mijn minuten te maken. En dan misschien wel terug te komen. En ja, de trainer dan wel blij met me zal zijn dat ik wat meer minuten in het eerste elftal heb gemaakt. En dat ik dan gewoon mijn minuten kan maken of meer de kans zal krijgen. De kans vergroten, zeg maar, om in de Bundesliga te spelen. Ja, jammer genoeg kwam corona. En heb ik 4-5 wedstrijden gespeeld. Wat mijn geluk was, een nieuwe trainer kwam. En het was pre-season, dus ik kon mezelf weer bewijzen. En dat ging ook heel goed. Ik heb die pre-season heel goed gedraaid. De trainer was tevreden met me en hij gaf me die kansjes. Hij liet me invallen. En die trainer werd ook weer ontslagen. Toen kwam ik weer in een nieuwe situatie terecht. En eigenlijk, hoe ik er altijd bij zat met die trainer, kwam de nieuwe trainer en die zet mij in de eerste volgende selectie. Zat ik er niet bij. Toen dacht ik eigenlijk wel een beetje van, het is weer zo ver. En het is weer geen tijd om mezelf te bewijzen. Trainingen doen uurtjes. De groep is groot. Je bent een van de jongsten. Mijn eerste keer kon ik er beter mee omgaan. De andere trainer ging mij bijvoorbeeld gewoon in een team zetten waar ik gewoon mijn wedstrijden kon pakken. Dus het tweede team. En nu waren er geen wedstrijden. Dus ik kwam nu alleen maar naar trainingen om te trainen. En dan ging ik weer naar huis. En die situatie was juist moeilijker dan de eerste keer. En ja, met deze situatie, wat ik al zei, had ik gewoon mijn familie en mijn vrienden gewoon om me heen waarmee ik ging praten. En ik moet er gewoon in blijven geloven. Ik moet gewoon hard blijven trainen. Dus heb ik eigenlijk dit seizoen ook weer de keuze gemaakt om verhuurd te worden. En dat gaat gewoon nu goed. Ja, mijn periode nu bij PEC Zwolle is tot nu toe, ja, loopt het wel lekker. 2 goals gemaakt. En mijn eerste goal eigenlijk op hoog niveau naar een jaar weer, zeg maar. Dus ja, ik was heel erg blij met mijn eerste goal. Veel ontlading ook. En wie vindt hij dan? Nou, Redon! En luister en kijk. Dat gaf me weer meer kracht om gewoon door te blijven gaan met wat ik doe. En het harde werken gaat sowieso gewoon uitpakken. Begrijp me niet verkeerd, die gaat alles blank ges. Begrijp me niet verkeerd, die gaat alles fles. Die werd niemand advocaat, dokter of tandarts. Hier alleen maar zelf, made miljonair.